Sneeuwvlokje, klingelingeling. Mario Gaming. Dag lieve heidens, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe kerstman bouwen met... Ja, leuk dit, gezellig dat jullie er zijn. Vandaag hebben jullie weer wat leuks uitgekozen. Eigenlijk heeft Super Thomas wat uit een soort van gelijkenis aan Mega Mindy. Super Thomas, dit is Super Thomas. Hij wil een mega sneeuwvlokje. Dat. Ik heb het gewoon heel erg to the point verteld. We gaan een sneeuwvlokje bouwen. Wat heb je voor sneeuwvlokje nodig? Sneeuw. Veel sneeuw trouwens. Ik vond dit een mooie plek om het te bouwen. Want ja, ik wou hier wel een beetje de west op. Ja, hier gaan we wellicht nog iets bouwen. En dan sluiten we het hier ook af. En dan daar verderop ook nog. Daar hebben we ook al tering veel gebouwd. We hebben echt tering veel gebouwd, jongens. Hierna hebben we nog twee dingen die we moeten bouwen. Waarvan eentje eigenlijk al, ja, eentje is eigenlijk al vastgesteld. Dus we hebben nog twee dingen te bouwen. En ja, ik vind het best wel cool. Al zag ik het zo. En dan gaat de map gewoon online met de cadeautjes erin. Bla bla bla. Nou ja, eigenlijk de 25e pas. Maar ik vind het top. Hoe maak jij in godsnaam een sneeuw? Weet je wat? Ik heb een idee. Ja? Oké, ik ga gewoon een heel groot blok maken. Fuck dit. Ik ga gewoon echt de makkelijkste weg ooit nemen. Dat is gewoon een groot blok maken en die uithakken. Fucking slim. Dat scheelt me echt zoveel werk met passen en meten. En elke keer bla 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 bla. En dan ga ik gewoon elke keer als ik iets denk van nee, dan plak ik het weer terug. Nu is nou mijn punt. Hop. Even zo doen. Het moet wel iets te groot worden. Want daar is best wel, ja, een sneeuwvlokje heeft best wel detail. Ik weet niet hoe ver dit gaat. Oh, ik vind dit wel groot genoeg, denk ik. Is het groot genoeg? Kijk, dan hebben we gewoon een groot vierkant stuk. En daar moeten wij dan zeg maar, ja. Ja, daar moeten we zeg maar uit houden, zeg maar. En dan kan ik daarna, kan ik met ijs en zo, kan ik daar nog afwerken. Ik ben best wel benieuwd hoe dit gaat worden. Oké. Dus we hebben dit. Dit is zeg maar ons tekenpapier. Ik ga nog wel ietsjes hoger maken. Gewoon vanaf het midden uitwerken. Dat lijkt mij het handigst. Dus je hebt het midden. Dit gaan we het midden maken. Hop. Zo. Oh, kut. Dat wil ik dus niet. Dat bedoel ik. Dat is gewoon super handig als je het gewoon uit kan hakken. Dan kan ik het ook makkelijk weer plaatsen. Oké. Dat is één. Dan gaat het schuin. Het is best wel raar dit. Oké, hij moet sowieso iets groter worden, denk ik. Maar dat zien we straks wel. Oké, dan hebben we dit. Oké, dit is een soort van sneeuwvlokje. Het is echt veel makkelijker dan het lijkt, eigenlijk. Het is eigenlijk veel makkelijker dan ik dacht dat het zou zijn. Maar dat maakt niet uit. Zo. Zoiets misschien? Zo. Kijk dit. Het lijkt gewoon geen malle moer. Ik vind het echt heel lelijk. Het werkt ook echt voor geen zak. Oké, van een 4. Weet je wat? We hakken hier gewoon wel alles weg. Het is toch wat moeilijker dan ik dacht. Ik zat even te denken dat het heel makkelijk was. Maar het was het dus gewoon niet. Dat is gewoon bullshit wat ik net zei. Het was echt... Het leek makkelijker dan ik dacht. Oh, kut. Dat had ik dus niet willen weghalen. Het leek makkelijker dan dat ik dacht. Maar het was het niet. Dus ja. Je snapt mijn punt. Zo. Oké, we hebben dit. Het ziet er op zich al redelijk uit als het midden van een sneeuwvlokje. Maar nu. Nu komt er altijd zo'n branch, weet je wel. Zo. Woep. Woep. Zo. Nee, maar dan wordt het weer meer zo. Dit is lastig. Oké, vanaf hier ziet het er nog wel logisch en normaal uit. Ik zit dus te denken. Als ik het gewoon zo doe. Werkt dit? Nee, dit werkt ook niet. Misschien alleen de hoeken. Laten we het even proberen. Maybe this works. We kunnen die elkaar moeten gebruiken. Om die te plaatsen. Dit is echt moeilijker dan het lijkt. Hoppa. Dan komt dit zo. 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 Ja, dit lijkt wel, denk ik. Wauw. Even kijken. Dat is moeilijk. Hoppa. Zo. 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 Ja, dat begint al redelijk op een sneeuwvlokje te lijken, denk ik. Zoiets.
Ik denk aan zoiets. Oh, dat is echt lastig. Dit is echt veel moeilijker dan het lijkt. Dit had ik echt niet moeten onderschatten. Want het is allemaal van dat detailwerk. Elk sneeuwvlokje is anders. Dus eigenlijk kan ik het niet fout doen, want elk sneeuwvlokje anders is. Haha, I beat the system. Want elk sneeuwvlokje is anders. En ik vind dit toevallig een heel mooi sneeuwvlokje. En weet je dat altijd om een sneeuwvlokje heen zit? Een soort van rand. Die alles connect. Ik weet niet of het gaat werken. Ik kan in ieder geval dit control zetten. Dus dat is kut. Oh, niet daar. Niet daar. Hier zo. Zo. En zo. Werkt dit? Dit ziet eruit als een sneeuwvlokje. Ik vind het eruit als een sneeuwvlokje. Oké. Okay. Dan gaan we dat een beetje met ijs doen. Ijs mixen. Een ice mix. Packed ice. Een normal ice natuurlijk. Even kijken. Hoe gaan we dit doen? We gaan al die connections denk ik een beetje sowieso met ijs doen. Want ja, het is toch wel details. Het packed ice en zo. Poep, poep. Poep, poep. Nee, dit was wel sneeuw. Dit moest met ijs. En die ook dan. En die dan ook. Of nee, die niet. Wel, die niet. Wacht, huh? Oh jawel, jawel, deze moet wel. Zo. Al de connections moeten met packed ice. Deze ook. Zo zat het. En die. En dan die. Zo. Oké. Okay. Dat ziet er al redelijk uit. Hoe gaan we dit doen? Ik ga al die gaatjes opvullen met normaal ijs, denk ik. Dan blijft een vlokje. Even kijken. Ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Dus we zullen het maar merken. Wacht, dat moet helemaal niet. Wacht, dit wel trouwens. Dit dan normaal ijs. Je kan beter doorheen kijken ook. Zo. Werkt dit? Dit werkt wel. Ik vind het een mooi sneeuwvlokje. Even eerlijk. Glowstone. Ah, dan moet je licht hebben. Je hebt ook wel underwater light. Ik weet niet of het hitte is. Heeft. Ik weet het niet. Snel weghalen. Zo. Even nog een paar naar achter. Voor het geval dat het gaat smelten. Wil ik hier eigenlijk eventjes iets achter zetten. Even kijken hoor. Hoe hoog is dat? Nog twee. En helemaal tot eentje boven die vloer. Nou, dit kan ook wel. Zo. Even wat licht erachter. Zo. Zodat het wat zichtbaarder is dat het een sneeuwvlokje is. En dan is het ook weer een snelle aflevering. Het gaat allemaal snel deze laatste aflevering. We hebben een paar lange gehad en ook een paar korte gehad. Dus het maakt niet zoveel uit. Echt, sommige waren echt tering lang. Van 20 minuten of zo. Dat is lang. Echt serieus. Dat is lang. In mensenleven. 20 minuten in de mensenleven? Fucking lang. Zou je misschien anders denken of horen? Van familie, vrienden, weet ik veel wat. Maar ja, het is lang. Het is echt tering lang. Zo. Juist. Ik vind het mooi. Wauw, een kerst. Hoe heet het? Niet een kerstster, het is een. Hoe zit dit dan? Oh, dat moet zo. Haha, had bijna misgedaan. Haha, in ieder geval. Hier trouwens ook, what the fuck. Dat doet echt slecht. Oké, in ieder geval. Jongens, dit was de sneeuwvlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te favoriten, te commenten. Hoop ik jullie wel een keer weer te zien. In een volgende kerstpop met kijkers. En tot dan, zeg ik. Later.